Dames en heren, leuk dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer iets mega's testen. We hebben hier namelijk twee super grote dozen staan met twee nieuwe elektrische fietsen. En we gaan die vandaag testen tegen eentje van Wish. Gast, what the fuck? Waar gaan we beginnen? Ik snap het echt niet meer. Wow, ik denk niet dat dit lukt in mijn eentje, man. Moet ik helpen met tillen? Ja. Zo! Woe! Oh, het is koud. Ja, hij is heel koud, hè? Het stond ook buiten, dus dat is logisch. Ja. Zo, hij ziet er heel dik uit, gast. Ja. Ziek. Gast. Ik snap er toch helemaal niks van. Daar zitten waarschijnlijk de trappetjes in, of niet? Hey! 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 Ja! Kijk dan, zit gewoon alles in zo'n ding. Helemaal branded ook. Is toch dik? Heel vet. Ja, ik vind het best vet. Hier zit gewoon alles in wat je nodig hebt. Het is ook gewoon compact, weet je. Dus je zou hem ook kunnen meenemen zelfs. Ja. Waarschijnlijk is daar ook wel voor bedoeld, denk ik. Goed, en nu? Hier, lampie. Accu. Prachtig. Of opladen moet ik eigenlijk zeggen. Grappers. Oké, laten we even... Zal ik gewoon even dit in elkaar zetten? Ja. Tadaa! Deel 1, gast. Ja. Vet. Hey! Ik ben Kaal. Dat als eerste. De fiets, die hebben we al in elkaar, de andere. Maar we gaan, voordat we dat laten zien, gaan we eerst deze in elkaar zetten. De volgende. En deze is weer anders dan die we net in elkaar hebben gezet. Zo, die is dik, die. Ja, zo. Wauw. Dus ze pakken hem echt goed in, man. Kijk, top. Dit is ziek. Ja, dit wordt een kanon, jongen. Niet normaal. Die gaan we natuurlijk testen gelijk in de sneeuw. Wat? Dit is zo'n mooi petje. You know what, papi? You know what, papi? Wat is dit, gast? Ik heb geen idee wat dit... Ja, man. Ik heb geen idee wat dit is. Wel weer natuurlijk trappertjes in de doosje. En weer een mooi handig sleutelsetje. Top. Piep. Kijk, hele grote band. Dus dat is in ieder geval goed. En wat vet is bij deze fietsen, alles is letterlijk ongeveer van Hemiway. Ja. Alles. Dus ze maken het echt helemaal branded. Dus dat is wel echt dik. Ze zien ook echt super gaaf uit. Ik heb die andere al stiekem een beetje getest. Zometeen gaan we deze ook testen. En nu is het al helemaal top dat het natuurlijk sneeuwt. En Quinn zonder rijwijs heeft nu alleen nog maar een fiets. Hij is het vast. Hij is van af. Kijk hoe snel we dat eigenlijk hebben gedaan. Oeh, ik heb wel een beetje bloed. Hoe heb je dat nou gedaan? Ja, ik had al een mondje. Oh. Good, sorry. Niemand. Oh, sorry, Emmy. Sorry. Heb je ooit een sparkboard aan de voorkant van de wiel gezien? Nee. Ik niet namelijk. Nee, het ging gewoon even mis in mijn hoofd. Echt pijn, man. Die lamp lijkt echt op een E.T. phone. Ja, ik zag die lamp voor het eerst gewoon oprecht, daar moest ik aan denken, maar ik dacht, ik zeg niks. Lijkt echt op, hè? Ming, 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 wauw! Kijk hoe dik, gast. Wauw. Deze is wel echt dik, hè? Ja. Laten we even gaan testen nog. Gaan we eens kijken of hij aangaat. Ja hoor, hij doet het. Kijk, lampje aan. Top. Schermpje. Mooi, hè? Dus top, gast. Mooi ding. Tand versneld, ik. En? Eerste indruk? Ja, dik man. Je hebt veel controle. Gewoon veel in de grip. Sneeuw, hè? Ja. Dat is echt ziek. Heel vet. Vol gas, bro! Oei! Woehoe! Ziek, hè? Wel dik, hè? Ik ben benieuwd hoe die beelden zo zijn, gast.
hebben hier drie elektrische fietsen voor mij, namelijk een Hemiway bike, nog een Hemiway bike en deze is van Wish. En vandaag gaan we ze dus vergelijken. We hebben nu dus deze drie fietsen hier staan. De buitenste twee hebben we de vorige keer ook al getest, dat was toen in de sneeuw. En deze gaan we nu meenemen en gaan we kijken wat we daarvan vinden. Oh, hij ziet er wel dik uit man, dat wel. Let's go, gaan we. Meeuw. Hij voelt wel prima. Alleen ik merk wel dat de stuur is iets zwaarder of zo met sturen. En wat ik ook heel erg mis is dit. Die andere fietsen hebben zo'n gashendeltje. Een gaspedaal waar je heel erg op weg geholpen wordt, die eerste paar meters. Dat heeft deze dan weer niet. Maar ik vind die stickers en alles wel heel vet. Ja, het ziet er wel echt dik uit, hè? En weet je. Het is volgens mij wel ietsjes minder snel, heb ik het gevoel. Die andere gaat wel echt wat veel sneller hoor. Kijk, dit is super chill. Deze vind ik wel echt nice. Dat er gewoon al een slot omheen zit. Volgens mij kan je die daar wel eraf halen, die is er gewoon later opgezet. Ja. Maar dat is wel echt handig, man. Die heb je dan gewoon altijd bij je, hoef je niet aan je stuur te doen of zo. Ja. Vouw je gewoon heel makkelijk op. En deze is ook iets kleiner. Dat heeft niet per se een nadeel. Dus mocht je nog nou een kleinere fiets leuker vinden of beter vinden. Is dit ook wel leuk? Dat is wel een stuk groter namelijk. Ja, die mountainbike vooral. Ik vind die zadel ook wel lekker zitten, moet ik zeggen. Dit zadel zit inderdaad best lekker. Alleen, als deze dus nat wordt, dan neemt hij al het water op. Ja, het is echt zo'n sponsachtig iets. Inderdaad. Ja. Dat voel je ook wel. Dat andere is een hele andere. Dus dan krijg je natte billen. Hoi Isa. Kijk, we hebben hier namelijk... Ja, hier moet je gewoon met z'n tweeën. Dat is wel moeilijk, hè? Dat is wel nat. Ja, dat is wel moeilijk. Zo'n ideale... En deze is nog langer ook. Ja, zo'n lekker houten plankje. Ja. Kan je lekker zitten. En weet je wat ze ook hebben? Zelfs voor dat houten plankje kan je volgens mij een kussentje kopen. Ja, ik denk dat dat ook wel iets lekkerder zit, moet ik zeggen. Maar... Het houten plankje zit prima. Zit prima. Van die stalen spijlen. Nee, dat is zo vervelend. Weet ik nog van vroeger. Had je echt die dingen in je kont staan, joh. Ik moest inderdaad. Yo, wat Emmin toch zegt nu? Kijk hoe dik dit trouwens is. Dat maar is me nog helemaal niet opgevallen. Dit is een ding, maar voor wat? Voor die zadel of wat? Ja, gewoon als je zo hunk. Het ziet er heel dik uit, man. Ik vind het best wel. Ja, ik vind het best vet. Het ziet er echt zeg maar stoer uit of zo. En dat heeft die andere dus weer niet. Nee, dit is wel weer meer mountainbike-achtig, hè? Eigenlijk zijn deze twee meer met elkaar te vergelijken, om eerlijk te zijn. Ja, maar dat zie je inderdaad ook wel een beetje aan de bouw en zo, ja. Maar deze mogen we natuurlijk ook zeker niet afschrijven, want dit is ook echt gewoon... Nee, dat niet, maar het is gewoon een ander soort fiets. Alleen deze is super dik. Hiermee zou je ook gewoon, en zeker omdat hij best wel hard gaat, kan je gewoon lekker mee in de bos ook rijden. Echt wilt vergelijken tot echt in de details voor hetzelfde soort fiets, om het zo maar te zeggen, dan zijn inderdaad die buitenste twee wel echt heel goed met elkaar te vergelijken. En dit is dan weer inderdaad net iets anders, maar dit is ook... Toen we daar in de sneeuw gingen rijden... Gas, dik jongen met die! Ook, dat is ook echt heel dik hoor. En kijk, we hebben dus dat gashendeltje op deze fiets zitten en dat mag officieel niet, maar deze fiets die gaat dan maar 8 km per uur. Zo, dan hoef ik even niet moeite te doen met trappen. Maar kijk, ik ga helemaal niet heel hard. Je wordt super chill voor als je helemaal uit stilstand even om moet komen. Je wordt zeg maar in de eerste meters heel erg goed geholpen. Ja. Dus dat is echt top. Kijk, weet je wel, die eerste meters zijn altijd heel zwaar, zit je helemaal te struggelen. Nu doe je gewoon een beetje gas geven en dan rustig hier en dan... Ja, dus het gaat echt om die eerste paar meters. Hey. Was je gevallen? Oh, dat was misschien wat dik. Ik ben benieuwd welke jullie het vet vinden. We hebben hier natuurlijk de Hemiway Escape Pro. Dan hebben we hier de Hemiway Step Through. En dan hebben we hier de Wish Fiets. En dit is eigenlijk gewoon een fatbike. Ja. Welke vind jij het dikst? Ik vind deze het dikst, man. De Escape Pro vind ik het dikst. Ja.